Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is Soyun. Ik heb vandaag bijna een weekvlog. Het is maandag en ik ben super laat wakker geworden. Ik werd vanochtend om 8 uur of zo wakker door het gehuil van baby Shay. Toen heb ik echt super erg hoofdpijn gekregen. Toen ben ik gaan slapen weer. Toen ben ik echt pas om 12:30 wakker geworden. Veel te lang geslapen. Waardoor ik denk ik nog meer hoofdpijn heb gekregen. Dus ik ben echt in mijn luie mood nu. Omdat ik me gewoon niet chill voel. Maar mijn neefjes zijn beneden. Dus ik ben een beetje met hun aan het chillen. Zo, Jeek. Ben je lekker spelen? Oh, heb je poepie gedaan? Oh, wil je snoepie? Ja. Welke dan? Wil je chocolaatje? Nee. Een dropje? Die. Welke dan? Die. Slaan. Oh jongens, ik ben zo mega geïrriteerd. Ik zit denk ik al een uur de nieuwe Chromecast, een oude Chromecast te verbinden met de tv en met mijn telefoon. Maar ik doe dat gewoon niet. Elke keer staat er dat hij niet verbindt met de wifi of dat ik geen connectie kan maken met mijn apparaat. Terwijl alles is goed. Kijk, nu staat er verbonden en dan er is iets misgegaan. De hele tijd. Ik word er echt lijp van. Ik ga dadelijk echt gewoon mijn telefoon door de tv heen gooien. Want hij doet het gewoon niet. Hij wordt helemaal gek van. Echt helemaal gek van. Ik snap er niks van. Hij zit helemaal in de happy feet. Lekker flesje eten. Daar ligt Jackie te slapen nog. Vandaag dinsdag en het is nu 10 uur 's ochtends. En ik had dus echt gisteren besloten van oké, ik ga morgen niet tot 11, 12 uur in mijn bed liggen. Ik zet mijn wekker om 9 uur. Ik ga eruit. En ik ga mijn ding doen. Dus ik heb dat gedaan. En ik ga nu even zo ontbijten. En dan ga ik mijn video's editen. Heb ik een afspraak voor een corona PCR test. Want ik ga natuurlijk op vakantie deze week. En verder moet ik langs mijn moeder. Ze is pedicure. Dus ik ga even langs pedicure. Ik moet mijn koffer inpakken. Dus we gaan echt veel doen vandaag. En dat wilde ik ook. Want gisteren en ergens was ik zo lui. Ik voelde me gewoon echt. Dus vandaag wordt anders. Nou, dit ging heel snel. Ik heb mijn video geëdit en in de upload gezet. Het is dit keer maar een video van 16 minuten. Best wel kort als je het aan mij vraagt. Vooral voor een weekvlog. Alleen ja, ik heb gewoon niet meer content. Ik heb gewoon super weinig gefilmd deze week. Dus ja, ik kan er niet veel aan doen. Ik heb hier weer een lijstje met wat ik vandaag wil doen. Daar komt nu iets bij. Want ik wil dus ook mijn haar knippen. En mijn tante gaat het voor me doen. Ik zou misschien bij Kes gaan of bij mijn tante. Maar mijn tante kan vandaag. Dus ik ga lekker bij haar. En ik weet alleen nog niet wanneer. Of we dat vanavond gaan doen. Of straks. Dat moet ze nog even laten weten. Ik ga even mijn schoenen aandoen. Want ik moet bijna weg voor de coronatest. Heel erg blauw. Nou, ik ben weer bij de... Jezus, het lijkt wel alsof ik bij een testlocatie ben. ik ben weer bij de pedicure, jongens. A.k.a. mijn moeder. We gaan even lekker de teentjes weer opfrissen. Lekker lakje voor op de vakantie. Ik ga dezelfde kleur als mijn nagels nemen. Nou, mijn tenen zijn weer mooi. Tada! Ik heb even wat boodschapjes gehaald. Voor vanavond en voor vanmiddag. Moeder en ik gaan pokeball maken vanavond. Dus ik heb even wat dingetjes gehad ervoor. Ik heb alles gered gelukkig. Ik kwam dus aan bij die corona gebeuren. Die test. Was ik mijn paspoort vergeten. Maar gelukkig heb ik die eigenlijk teruggekregen van haar.
denk ik nu opeens. Ja. Dus ja, nu even wachten op de uitslag. Hopelijk is die gewoon negatief. En ik zit hier met Isha. Hey Is, wil je een koekje? Ja, jij wil een koekje, hè? Oeh, ik heb een lekker stukje. Oh nee, huh? Snel op. Oh, oh nee, we hebben er nog wel één. Oké, ga zitten. Zit. Mijn tante heeft lekker mijn haar geknipt. En zoals jullie misschien wel zien, is het nu een stuk korter. Deze plukjes waren eerst echt tot hier. En die zijn nu tot hier. En het is hier ook echt kort. Ja, bij jou is het ook kort. Zo, het is echt kort ineens. Maar bij jou is het heel recht afgeknipt. Doe je dat altijd recht? Ja, weet ik veel. Dat vind ik veel. Maar ja, bij mij zie je het niet zo goed. Oh, kijk. Het is echt wel een stuk korter. Het was eerst echt tot hier. Nu is het tot hier. En ik heb wat laagjes erin, zodat ik het wat beter kan feunen. Zo. Nou, ik loop in de Bogaard. Biba wil absoluut niet meer op de vlog. We hebben even bij de Action geshopt. En nu gaan we... Wat gaan we doen? Naar de Albert Heijn. Hoor. Nu we gaan naar de Albert Heijn. En ik wil even naar de bakker. Of een kaasstengeltje halen. Vind ik lekker. Zit je niet mijn hoofd erop? Waarom niet? Hey. Lekkere jongen. Hallo. Oh, Tok. Wordt helemaal wild. Wordt helemaal wild. Oké, jongens. Ik ben al de hele tijd bezig geweest met de Instagram voor mijn moeders zaak. Ze heeft namelijk een pedicure salon en ze heeft nog geen Insta. Dus die ben ik nu even aan het fixen voor haar. Ik heb echt zwaar de hik. Ik heb trouwens ook een nieuw telefoonhoesje, want de mijne was echt gewoon geel. Dus ik heb eindelijk weer even een frisse telefoon. Maar ik ga dus nu nog even verder met haar Insta. Gaan we even lekker eten en we hebben weer lekker een pokebolletje gemaakt. Heerlijk. Kijk, pedicure aan huis. Netjes hoor. Oké, jongens, goedemorgen. Het is vandaag woensdag. Ik heb een hele drukke dag en ik heb ook echt geen rust in mijn reet. Het is niet normaal. Ik ga zo lunchen, waar ik dus helemaal geen tijd voor heb eigenlijk. Maar ik heb weer FOMO, ik wil gewoon weer per se mee. Ik moet namelijk nog heel mijn koffer inpakken. Ik moet nog foto's maken voor een samenwerking. Ik moet nog een video editen. Ik moet vanavond nog uit eten. Dus ja, ik weet niet hoe ik het allemaal ga redden. Maar ik ga gewoon mijn best doen. En ja, lukt het niet, dan lukt het niet. Zo bekijk ik het maar gewoon. Ik ga morgen namelijk lekker op vakantie. Ik heb namelijk, ik heb trouwens mijn coronatestuitslag. En die is negatief. Dus I am all set. Ik ga binnenkort lekker weg. En ik ga dus, ik zat alweer te denken, hoe ga ik dat doen met al die vlogs? Dat wordt natuurlijk weer één drama. Nou, ik heb een goed idee. Ik ga dit als mini-vlog uploaden deze paar dagen. Op vrijdag. Hoop ik. Of nee, niet op vrijdag. Ja, wel op vrijdag. Dan hoop ik op... dan ga ik mijn vakantievlog. Dan hoop ik die op dinsdag. Of nee, op dinsdag komt dan geen video online. Dan hoop ik die weer op vrijdag te kunnen uploaden. En dan van volgende week weer op dinsdag. Nou, heel goed verhaal. Ik ga even mijn koffer pakken uit mijn zolder. Ik heb echt lichte paniek. Of nou ja, lichte paniek. Ik heb echt koude veel paniek. What the fuck. Mijn zonnebril zit niet meer in mijn doosje. Maar dat is niet een zonnebril van 20 euro. Oh my god. Waar de fuck heb ik die gelaten? Ik heb echt zoveel paniek in mijn hoofd nu. Oh my god, als ik deze kwijt ben, dat vergeef ik mezelf echt niet. Mijn god, ik heb hem.
Hij zat in mijn zakje, maar niet in het doosje. Oh mijn god, ik was helemaal gestrest. Zo, we kunnen gaan. Nou, wij zitten bij... Maar je krijgt het normaal ook gewoon in je... People. We gaan even lekker lunchen. Kirdy! Oké, we hebben 3 maal carpaccio. Sushi. Die ziet er wel lekker uit. Ja. En, oh ja, kijk, lekker. Ja. En een frietje. Nou, binnen 5 minuten hapslik weg. Jezus, ik had een tijdje honger. Ewa, oh. Nou. Hij wil niet op je vlog. Hij is een beetje camera-schuw. Kom maar, we hebben nog meer hoor. Nou, wij hebben lekker geluncht. En nu moet ik echt naar huis. Want ik moet echt mijn koffer inpakken. En wat gaan jullie doen? Ik ga lekker knippen. Ja, ik ga mee. Lekker knippen. Ga je mee met Kes? Ja, ik ga Tien nog knippen. Ze gaat mij nog even knippen. En Biba? Biba weet niet. Biba weet niet. Ik moet wel echt naar huis. Zo, we hebben het gehaald. Ah, de wind. Ik dacht echt dat mijn wimpers weg gingen vliegen. Ik zit zo vol. Wat? Ik ga nog steeds weer niet. En of het ook gas is of niet. Geen idee. Ik moet straks weer uit eten. Ah, ja. Het is moet. Geen gras. Ik ga straks weer uit eten. Of wel? Wat? We hebben dus dezelfde bril en Biba heeft het alweer voor elkaar gekregen om er een kras op te krijgen. Ja, veel ook. 3 of zo. Maar ik niet hoor. Ik was me alleen bijna kwijt. Ah, nee, het is geen kras. Het is geen kras. Het is die schet. Kijk maar, het is weg. Bro, kijk hier. Daar zitten ze allemaal. Waarom zit het overal? Hoe kan ik? Ik heb mijn sportset aan. En Biba en ik gaan even foto's daarmee maken. Tenminste, Biba gaat foto's van mij maken. Zit je vol of zo? Je ligt er echt bij zo van... Nee, ik lig gewoon lekker. Oh, ze ligt gewoon lekker. Oké, waar zullen we het doen? Even goed nadenken. Oké, het is weer standje chaotisch hier. Biba gaat mij helpen met topjes uitkiezen, want... Echt veel te veel toepjes en ik denk dat ik anders veel te veel meeneem. Ik heb daar al mijn broekjes, jurkjes, blouses, bikinis, badpakken, etc. En nu moet ik alleen nog topjes. Nou, ik vind dat je sowieso deze mee moet nemen. Deze vind ik altijd mooi. Ja, maar zo basic. Ja, dus op een lange... Je hebt toch die ene broek van de Zara, die is al best wel heftig. Ja, die ga ik niet meenemen. Oh. Het is daar elke dag 37 graden. Ik ga echt niet een lange broek lopen. Dus ik heb alleen maar kort bij me. Ja, maar ja, dan kan ik jou toch niet helpen. Ik weet niet wat voor broekjes en wat. Nou, hier. Kijk. Ik moet sowieso deze top, want die hoort hierbij. Dit is een set. Ja. Ik heb dit korte broekje. Daar kan heel veel op. Ja. Die ga ik denk ik gewoon altijd aan met uitgaan. Dat broekje. Ja. Hoezo? Oh ja, en dit is ook leuk. Omdat dit gewoon een chill uitgaansbroekje is. Ja, die 2 spijkerbroekjes dan. En dit is ook wel leuk. Hier heb ik ook een top bij, weet je nog? Oh ja. Dat heb ik geshoot bij jou thuis. Hier heb ik deze bij. Oh ja, dat is ook leuk. En deze. Dus dan heb ik sowieso 1 outfit. Mijn koffer is eindelijk ingepakt en ik ben klaar voor de vakantie nu. Ik moet alleen morgen even de laatste dingetjes nog erin doen. Maar dat heb ik even op een briefje geschreven. Ik ga nu nog even een video editen en online gooien. Tenminste online inplannen. En dan ben ik klaar. Heb ik alles af. En kan ik gewoon rustig mijn vakantie in. Want de foto's voor de samenwerking is ook gemaakt. Ik heb linkjes opgestuurd al. Ik heb alles afgekregen. Ik ben echt blij. En dan ga ik vanavond alleen nog uit eten. En dan ben ik klaar. En dan ga ik morgen lekker weg. Ik heb er echt tering veel zin in.
Ik ga vanavond niet filmen. Het is mijn date, dus ik ga niet filmen. Maar, ja, dit was dan het einde van de video. Ik hoop dat jullie het een beetje leuk vonden. Het is een beetje een korte vlog, omdat ik wil een aparte vakantievlog maken. Dus ik ga mijn vakantievideo een andere keer online zetten. Dus wanneer jullie dit zien is het vrijdag. Dus aankomende dinsdag komt er geen video. Mijn vakantievlog komt denk ik op vrijdag online. Dus houd het even in de gaten. En jullie zien vanzelf wel wat er online komt. Heel erg bedankt voor het kijken. Doe een duimpje omhoog. Abonneer mijn kanaal. En tot de volgende keer.